Goedemorgen iedereen, welkom bij vlog 1. Ik ga proberen dagelijks te vloggen voor de periode dat ik kan. Mijn haar is echt ultra shit, ik ben letterlijk 5 minuten geleden wakker geworden. Ik dacht ik ga eens dagelijks proberen vloggen, er zijn geen dagelijkse vloggers in België, dus ik dacht waarom zou ik dat niet doen. Binnenkort vertrek ik op vakantie met enkele vrienden naar Stockholm, ga ik ook naar skivakantie met mijn vrienden en mijn stiefvader en dan nog vrienden van mijn stiefvader. Dus we gaan dan ga ik proberen dagelijks te vloggen, ga ik mooie beelden proberen te maken en ik ga eens zien hoe is dat eigenlijk om dagelijks te vloggen. Vind ik dat leuk? Is dat iets wat ik kan volhouden en dan kan ik dat misschien doortrekken naar nog langer dan een weekje of zo, of een weekje of twee. Maar ik dacht, waarom niet? We gaan het eens proberen. Misschien is het mijn ding. En zoals jullie zien, het is niet Engels. Op mijn kanaal heb ik andere video's in het Engels. Maar ik dacht, ja, om te vloggen moet ik toch wel wat meer praten. En dan gaan het ook conversaties zijn met bijvoorbeeld mijn vrienden of andere mensen. En met mijn vrienden praat ik wel Nederlands. Dus die content blijft sowieso nog in het Nederlands. Stel dat ik nog iets maak omtrent mijn sport of andere dingen waarvan ik denk dat kan misschien beter in het Engels. Zal ik dat misschien op een ander kanaal doen of zal ik misschien op dit kanaal toch nog ook Engelse video's af en toe blijven uploaden. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang ik dagelijks zal vloggen natuurlijk. Maar vandaag wat er op de planning staat is ik moet nog gaan lopen en ik moet ook gaan zwemmen. In de namiddag ga ik met mijn oma naar de Coolblue om een laptop in orde te brengen die een error heeft en die moet terug naar de fabriek voor garantie. En verder ja, heb ik eigenlijk niet veel op de planning staan. Misschien nog een beetje mijn fiets kruisen, een beetje werken aan een projectje dat ik kan doen met programmeren. Ik ben bezig met een website te maken. Kan ik dat jullie ook wel straks een stukje wel laten zien. Maar nu ga ik even ontbijt gaan halen. En dan moet ik ook straks trouwens mijn kamer kruisen, want mijn kamer is echt een stort. Mijn grief moet ik in de was gaan leggen. Dan heb ik nog ander grief dat ik gewoon in mijn kasten moet steken. Moet ik mijn bed eens opmaken. Want het is hier echt slordig geweest de afgelopen tijd door het harde werk voor school. Dus ja, daar gaan we straks mee beginnen, denk ik, na het eten. En dan kan ik na het eten gaan sporten. En dan zal ik jullie ook wel even meenemen als ik ga gaan lopen. Dus ja, we gaan even eten. Oké, dus wat ik maak voor ontbijt is havermout. Ik dacht dat er hier havermout in ging staan, dat was sad. Dus meestal maak ik havermout met melk, honing en een banaantje, maar de banaantjes zijn op hier. Ja, dan gaan we gewoon havermout maken, dat is gewoon havermout. En dan doe ik daar melk in mijn kom, doe ik daar een beetje water in en dan steek ik dat in de microgolfoven. Ja, hoe lang? Een minuutje of twee of zo, zodat dat die melk en dat water daar wel is ingetrokken. En ik pak ook altijd een glas en water en een koffie, omdat ik me altijd zo droog voel, 's ochtends, mijn keel. Dus ik ben hier pakken water, eens kijken of dat er niks van fruitsapje is of zo. Als er een fruitsapje is, dan zou ik dat ook wel durven nemen. Dus we pakken water, dan moet ik nu mijn glas gaan halen. Ik ben echt chaotisch in de ochtend, mijn brein kan niet nadenken, dus dat is echt een probleem. Voilà. Dan hebben we de twee lepels, de lepel voor de koffie. En dan, amai, het heeft gevrozen buiten vannacht. Zoals jullie kunnen zien. Of het heeft een beetje gehageld of zo. Ik heb eigenlijk echt geen flauw idee. Ik ga even een glas pakken, zodat ik mijn water daaruit kan drinken. En dan ga ik even mijn ontbijtje klaarmaken. En dan zal ik jullie eerst tonen hoe mijn ontbijtje eruit ziet. Amai, het is hier donker. Dan zal ik jullie tonen hoe mijn ontbijtje eruit ziet. Ik ben eens benieuwd hoe dat gaat zijn om dagelijks te vloggen en dan telkens zo die vlog te editen de dag erna. Volgens mij lijkt het me wel leuk om ze te herbeleven, zeker als ik zo op reis ga of ik ga dingen gaan doen, dat wel nice gaat zijn om zo te zien wat er eigenlijk gebeurd is die dag en zo om wat die dag te herbeleven. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik wil beginnen vloggen. Het lijkt mij leuk om zo een beetje herinneringen te hebben. Meestal, ik heb die GoPro gekocht voor iets. Ik doe namelijk triathlon en ik dacht, ja, als ik triathlon ga doen, ga ik ook gewoon filmpjes maken van mijn triathlon. Kan ik misschien als ik ga gaan fietsen of zo, kan ik die GoPro meenemen. Als ik kan gaan skiën, kan ik die GoPro meenemen. Dat was eigenlijk zo'n beetje mijn inzet, maar vorig jaar ben ik niet gaan skiën, dus heb ik die GoPro niet kunnen gebruiken. Maar ik heb die wel gebruikt voor veel andere beelden. Ik heb mijn wedstrijden daarmee laten filmen. Dan heb ik nog wat andere video's gemaakt met die GoPro. Ik ben daar super tevreden van. Die heeft keigoede kwaliteit en ik mag er eigenlijk echt niet over klagen. Maar ik doe dus triathlon. Wat houdt dat in voor de mensen die het niet kennen? Want ik veronderstel dat er heel veel mensen zijn dat er nu wat nieuwe kijkers gaan zijn die niet weten hoe het is eigenlijk wat een triathlon is. Of die wel een idee hebben, maar die niet weten wat het is.
Dus triathlon is eigenlijk een gecombineerde sport van je begint met zwemmen. Dan heb je, ja, dan moet je zeg maar je wetsuit uitdoen, of in sommige wedstrijden moet je geen wetsuit hebben. Dus een pak om beter in het water te liggen, dat is een wetsuit. En dan gaat je naar de transition heet dat. Dat is een zone waar dat je op je fiets gaat. Je doet dan je wetsuit uit, je doet je fietsschoenen aan, je helm aan, eventueel een bril of zo. En je gaat op je fiets. Dan gaat je een parcours fietsen. En dan gaat je eigenlijk, is de bedoeling dat je weer in een andere transition komt. Dan doe je je koersschoenen uit, doet je je helm af en dan doet je je loopschoenen aan. En dat is eigenlijk, en dan loop je eigenlijk naar de finish. Dus je begint met zwemmen, dan fietsen en dan loop je. Dus dat is eigenlijk wel een leuke sport. Heel intensief. Ik ben daar dit jaar mee begonnen. Ik heb vroeger altijd wielrennen gedaan en atletiek. Dus nu ben ik eerder aan het overgaan naar triathlon. En in september, misschien vlog ik dat nog als ik het leuk vind, ga ik een halve Ironman doen. Dat is eigenlijk een soort van afstand. Je begint eigenlijk bij sprinttriathlon en dan heb je natuurlijk nog afstandjes voor de kinderen. Maar bij de volwassenen begint het eigenlijk bij sprintafstand. Dat is eigenlijk 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Dus dat is eigenlijk de kortste afstand dat eigenlijk in een wedstrijd wordt gedaan. Dan heb je de Olympische afstand of de kwartafstand. En dat is eigenlijk bijna het dubbele ervan. Dat is 1000 of 1500 meter zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. En dan heb je dus de halve Ironman, dat is na de kwartafstand, dat is 1,9 zwemmen, dat is 90 kilometer fietsen en dat is een halve marathon lopen. En dan heb je nog de Ironman, dat is misschien iets wat jullie bekend gaan klinken. De Ironman is eigenlijk 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer lopen, fietsen en een marathon lopen, dus 42 kilometer. Dus dat is echt iets insane. Ik heb daar keihard verschillende afstanden in. Ik wil graag volgend jaar misschien een volledige Ironman doen, maar we gaan zien hoe dat gaat met de trainingen en zo, met school, of dat ik dat kan combineren. Maar alleszins dit jaar ga ik een halve doen, dat is dus die 90 kilo, allez, 1,9 zwemmen in de zee hier, want het is in België. 90 fietsen en een halve marathon lopen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat gaan. En voor de rest ga ik nog wat kort afstanden doen om mij voor te bereiden op de triathlons. Op het triathlon en om zo'n beetje de motivatie erin te houden. Momenteel heb ik het daar een beetje moeilijk mee gehad met de motivatie. Met school en met slechte weer en dat kou is. En eigenlijk gewoon allemaal excuses om niet te gaan sporten. Maar daarmee dat ik ook vlog. Omdat ik dan iets heb van oké, nu heb ik wel een reden om mijn bed uit te gaan. Omdat ik ga vloggen. En dan kan ik jullie meenemen in mijn dag. En dan stel ik mezelf ook die afspraak op van ik moet gaan sporten die dag. En ja, ik neem jullie mee. Dus als ik dan zeg ik ga dat doen en ik ga dat dan niet doen, dat zou een beetje kut zijn. Dus ik dwing mezelf nu eigenlijk een beetje om te gaan trainen. En dat gaat wel goed zijn voor mij om die routine terug even op gang te krijgen. En dan te beginnen met sporten. Ik ga nu even een glaasje water nemen, want mijn keel is echt. Mijn keel is echt droog. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn, hoe dat mensen gaan reageren in mijn omgeving. Maar zoals ik zeg, ik denk dat ik wel leuke dingen ga doen. Hoe dat met school gaat zijn, hoe dat ik dan ga vloggen, dat weet ik niet. Ik heb gelukkig een richting waarbij ik niet zoveel op school ben, waar ik gewoon eigenlijk vooral veel taken thuis heb. Ik studeer elektronica ICT. Dat is richting op Odyssee in Gent, op de hogeschool. Ik heb eerst industrieel ingenieur gedaan. Ik kom van industriële wetenschappen op middelbaar. Dan ben ik naar industrieel ingenieur gegaan, maar toen ja, was het eigenlijk het coronajaar. Dus alle lessen waren online op de universiteit. En dat was 8 uur aan een stuk per dag eigenlijk online les. En er waren mensen in mijn richting die dat konden, die perfect zeg maar online een video konden kijken of die dat perfect onder plannen en lessen doen, maar ik kon dat niet, dus ik ben vooral veel gaan sporten. En ik had geen rampzalige punten, maar ja, ik kon nog doorgaan, maar ik dacht ja, als dat hier telkens zo gaat zijn, dan hoeft het voor mij eigenlijk niet. En ik had ondertussen ook al andere interesses gevonden, meer in het programmeren, dus dacht ik ja, ik ga naar Odyssey gaan, dan studeer ik eigenlijk ook af, dat is een bachelor. Dus dan studeer ik af binnen 3 jaar en industrieel ingenieur was 4 jaar. Dus ik verloor mijn eerste jaar. Dus ik zou eigenlijk op hetzelfde jaar zijn afgestudeerd dan als ik zo een beetje zou verder plakken en later zou zijn veranderd. Als dat een beetje sens maakt voor jullie. Dus alleszins, nu doe ik elektronica ICT op Odyssee in Gent.
En ja, wat doe ik daar van richting? Je kunt eigenlijk kiezen tussen elektronica of ICT. Ik heb gekozen voor de ICT-richting. Dat is wat ik zei, iets meer programmeren. Momenteel ligt mijn passie eerder bij het ontwikkelen van websites. En later ook, ja, volgend jaar leren we ook mobiele applicaties ontwikkelen. Dus apps die je op je telefoon gebruikt, ga ik ook leren om te maken, ga ik ook leren maken volgend jaar. Maar ja, dit jaar blijft het vooral bij websites maken en daar ben ik nu ook een projectje aan het doen, een website maken, waar ik jullie ook wel eens kan tonen binnenkort, hoe dat er eigenlijk aan toe gaat programmeren als dat jullie interesseert. Dus dat is eigenlijk mijn richting, dat vind ik wel leuk. En ja, in 2024 dan studeer ik af en dan kan ik gaan werken, als alles goed gaat natuurlijk, als ik geen herexamens heb. Dus ja. Vandaag moet ik. Ah ja, ik heb het al gezegd, ik met mijn oma naar de Coolblue moe. Dus misschien film ik daar ook nog even een stukje van, of als ik in de auto zit of zo. Ik ben hier nu veel te veel aan het babbelen. Ik ga even mij klaarmaken, mijn eten en dan check ik jullie straks wel. Oké, dus ik heb mijn ontbijtje klaargemaakt. Als jullie hier kunnen zien, het is havermout. Ja, dat is niet veel speciaal hoor. Het is gewoon havermout, dus dat met een beetje melk. En met een beetje water in. En dan heb ik dat 3 minuutjes op 600 watt in de microgolf gezet. En dan heb ik hier ook nog een potje honing. Mijn stiefvader die is imker. We hebben bijtjes van achter. En hij maakt dan zelf zijn honing. Dus die honing gebruik ik hier dan in. En wat jullie nu horen is de koffie. Dat is dus de koffie die ik aan het klaarzetten ben. En dat is dus meestal mijn ontbijtje. Ondertussen kijk ik meestal op mijn telefoon hier gewoon een beetje naar filmpjes of op. Ja, filmpjes dat mijn vriendin heeft doorgestuurd. Ik heb een fantastische vriendin, by the way. Dat ze het ook even weten, natuurlijk. Dat we dat even melden. Al bijna 3 jaar trouwens. Dus dat is echt al heel lang. Dat is al sinds dat ik 17 ben. En de tijd vliegt zo snel vooruit. Man, echt. Ik denk soms van, what the fuck. En ik ben nog maar 20. Hoezo denk ik dat nu al wat gaat zijn als ik 40 ben? Maar bon, kijk, alleszins. En dan doe ik een beetje melk in mijn koffie en dan ga ik hier genieten van mijn ontbijtje. En dan check ik jullie straks als ik mijn kamer ga opruimen. Want dat is het eerste dat ik ga doen, denk ik. En dan ga ik even gaan lopen. Dus misschien neem ik jullie even mee. Hè? Dan kunnen we even genieten van de natuur buiten samen. Dus ja. Ik wou net mijn kom pakken en ik steek dat net in de havermout. Geen slim idee. Alleszins, nu ga ik mijn griffier opruimen, dan mijn kamer opruimen, dan gaan sporten. Ik heb een beetje YouTube-filmpjes staan kijken terwijl ik aan het eten was en een beetje daarna gewoon om even ja, op de hoogte te blijven en gewoon even te zien. Meestal doe ik dat 's ochtends. Ik heb nu toch vakantie, dus er is nu toch niks te doen. Wat ik nog van plan ben is. Ah ja, wat ik meestal doe, is dat ik mijn telefoon ergens laat liggen buiten mijn kamer, zodat ik effectief uit mijn bed geraak. Want anders blijf ik in mijn bed liggen en zo ga ik eigenlijk gewoon uit mijn bed. En dan verlies ik eigenlijk gewoon niet te veel tijd met bijvoorbeeld mij klaar te maken. Allee, dan pak ik mijn telefoon niet als ik wakker word en dan zit ik niet te veel op mijn telefoon en dan verlies ik daar geen tijd mee. Dus dat is wel chill. Allee, dat vind ik goed dat ik dat doe. Oké, straks maak ik mij klaar om te gaan lopen. Maar zoals ik al 200 miljard duizend keer heb gezegd, nu ga ik mijn kamer klaarmaken. Ik denk niet dat ik ga kunnen zwemmen vandaag. Misschien nog vanmiddag, maar het is al een beetje laat. En als ik nu nog ga lopen en dan nog moet zwemmen, dat zal hem niet worden. Dus ik denk, allez, morgen moet ik ook sowieso zwemmen. Dus dan ga ik gaan zwemmen met een vriend en zijn neef. Dus dan denk ik dat ik morgen ga zwemmen en dan zal het vandaag bij het lopen blijven. Maar kijk. Dan hebben we tenminste toch iets gedaan vandaag. Dus dan denk ik dat vandaag de planning is. Voor de rest zullen we wel nog zien wat we gaan doen. Maar ik neem jullie sowieso mee. Dus ik ga nu even mijn kamer opruimen. Ik ga even de timelapse van maken. Want ik denk wel dat dat leuk is. Dus ja, veel plezier. Oké, wacht. Kijk, ik ga even tonen hoe slordig mijn kamer is. Even mijn raam open, dat ik hier een beetje meer licht in heb. Dat het wel nice is voor jullie om naar te kijken. Misschien dat ik hier nog een paar dingen goed ga zetten. Want ik heb hier ook nog een scherm staan. Ik denk dat ik dat bij mijn laptop ga zetten. Het moet echt veel gebeuren. Dus wacht. Ik zal even bij de ingang van mijn kamer staan. Dus dit is mijn kamer. En dat is al het grief dat op de grond ligt. Die bak laat ik staan. Dat zijn mijn handschoenen om te gaan skiën en mijn skisokken, dus dat moet ik nog even goed leggen. Dat ga ik hier opruimen, die hoek. Die kleren moeten in de wasmand, omdat die gewassen moeten worden. Mijn boekentas ga ik even goed leggen. Dat zijn mijn kleren voor te gaan fietsen binnenkort. Dat zijn kleren die eigenlijk gewassen zijn, die op mijn bed lagen mooi, maar ik heb geslapen.
En ik heb die eigenlijk gewoon weggesmeten. Dus. En ik heb die op de grond gelegd om vandaag eigenlijk op te ruimen. Dus ik ga mijn bed opdekken, die kleren wegleggen in de kast. En dan, ja, kijk, je ziet hier mijn bureau. Mijn hoofdscherm, dat is een Samsung-monitor. En dan een verticaal scherm waar dat mijn Discord op staat. En dan, ja, mijn toetsenbord en zo. En mijn PC staat daarnaast. Dus ik ga even mijn bureau ook opruimen, dat dat in orde is. En dan ga ik even kijken of dat ik misschien kan stofzuigen nog. Want dat is ook effectief wel nodig. En nu dat ik aan het filmen ben, toch denk ik, ja, kom, we gaan het doen. Laten we maar beginnen met gewoon even de vloer proper te maken, het bed op te maken. En dan, dan zullen we wel zien wat dat volgende is, hè. Dus ja, let's go. Oké, welkom terug iedereen. Het lijkt misschien of er niet veel is gebeurd in mijn kamer, maar het geeft mij toch al een beetje meer gemoedsrust. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb dus al mijn kleren hier opgeruimd en ze is hier al helemaal proper terug. Het is een beetje weer hoe dat mijn kamer eruit zou moeten zien. Alleszins, ik heb hier gewoon mijn kleren klaargelegd om te lopen straks. Dat zijn oortjes dat ik ooit eens heb gewonnen, maar ik heb nu eigenlijk nieuwe oortjes gewonnen. Pardon, gewonnen. Ik heb nieuwe oortjes, Samsung Earbuds. Allee, wacht, ik kan ze tonen. Deze. En dat is van Samsung, dat zijn de Galaxy Buds Pro. En die hebben noise cancelling. Wat dat dus eigenlijk veel betere oortjes zijn. Die OnePlus oortjes waren eigenlijk heel goed. Maar ja, als er iets beter is, dan ga ik dat natuurlijk gebruiken. En ik heb ze toch al bij gratis kunnen krijgen, omdat ik een nieuwe laptop had gekocht. Een Samsung laptop, die trouwens hier klaar ligt. Ik had dat nodig voor mijn opleiding. Dus ik heb die nieuwe laptop aangekocht in oktober. En dan heb ik eigenlijk ja, die oortjes niet meer nodig gehad. En mijn zus die heeft geen oortjes. Dus ik dacht, ja, ik kan die geven aan haar. Die zijn wel nog in orde. Als ze die niet wilt, oké, maar dan kan ik die geven aan haar. Mijn loopkleren liggen dus klaar. Dan heb ik verder hier nog wat grief dat in mijn auto moet gelegd worden. Dus dat voor mijn auto is. Dus een verfrisser. Mijn vriendin is verslaafd aan zo de Little Joes, heet dat, van de Action. Dat zijn zo mannetjes die geur afgeven. Dan heb ik mijn sleutels, en mijn portefeuille met mijn rijbewijs. Dan heb ik hier nog een treinkaart waar dat weg moet. En dat is van mijn mama. Dat moet ik ook nog klaarleggen. Ja, mijn telefoon. Voor de rest heb ik hier ook alles opgeruimd. Zoals je kunt zien. Ik heb hier ook kabeltje mooi weggewerkt. Dat die kabeltjes niet meer zichtbaar zijn. Dat is mijn Google Home. Mijn wekker. Voor als mijn, ja, want ik leg mijn telefoon weg. Dus er moet iets mee wakker maken. Dus dat is dat. Verder, mijn oortjes liggen hier op een draadloze oplader. En dan heb ik hier nog gewoon ja, wat grief staan van mijn vriendin. Haar ontschminker of weet ik veel wat dat is. En dan haar grief om haar zelf klaar te maken. En voor de rest ja, heb ik in mijn kamer. Ik heb mijn bed opgemaakt. Ik heb dat hoekje hier proper gelegd. Mijn gewichten liggen hier nog. Verder, ja, ik heb mijn scherm hier gewoon recht gezet. Zodat het iets meer plaats geeft. Maar dat moet ik nog proper maken. En dan heb ik hier mijn bureau ook wat proper gemaakt. Ik ga mijn keyboard binnenkort ook mijn dingen er allemaal eens afhalen. En dat is proper maken, want ik denk dat er daar wel veel eten tussen zit. Of wat koekjes, wat kruimels tussen zit. Dus dat ga ik binnenkort ook nog eens proper maken. Dan heb ik hier mijn laptop klaargelegd. Zodat als ik voor school moet werken of zo, ik eigenlijk ook gewoon vanaf mijn laptop kan werken. Dus dat ik eigenlijk niet spelletjes zit te spelen op mijn desktop. Maar dat ik eigenlijk gewoon vanaf hier direct met mijn laptop kan insteken en dan op het grootscherm kan kijken. Dus dat heb ik hier klaargelegd, dat ik gewoon van school kom, hup, laptop in en dan hier kan werken. Voor de rest, ja, hier heb ik een hoekje met een 3D-printer. Hier wil ik graag nog wel wat dingetjes mee maken, maar ik heb zo wat dingen opgeschreven. Bijvoorbeeld voor mijn koptelefoon aan op te hangen of voor een houdertje voor mijn batterijen op te laden van mijn GoPro. En dan voor de rest, ja, ik heb hier nog wel spullen klaargelegd wat ik nog moet gebruiken binnenkort. En dan heb ik hier ook alles proper gemaakt. Ik heb mijn cactussen die eigenlijk gestorven zijn, heb ik nog een beetje water proberen geven in de hoop dat dat gaat helpen. Ja, dan heb ik hier nog wat chique. Eigenlijk moet dat ook in mijn auto, dus voilà, ik leg dat hierbij voor als ik naar mijn auto ga. Ik heb mijn bak ook daarboven gezet. Mijn statiefje ligt hier klaar. Dat mag eigenlijk ook naar beneden.
Dat ga ik straks wel meenemen, dat leg ik hierbij. En dan daar heb ik mijn grief klaargelegd voor in de dinges. Voor allee, weg te leggen beneden, zodat dat gewassen kan worden, mijn kleren. En dan mijn grief voor dat nog in de vuilbak moet. Het licht moet eigenlijk niet aan. Voor de rest, ja, ik heb daar nog, daar hangt mijn helm. Zoals je kunt zien, heb ik hier een mount voor mijn GoPro al opgezet voor het skiën. En dan heb ik hier mijn skihelm en mijn skibril. Vroeger heb ik ook nog YouTube-filmpjes gemaakt. Misschien is het leuk als we even een throwback doen. 2. Mijn leeftijd. Ik ben 12 jaar. Ja, dus dat was ik vroeger. En dat filmde ik altijd met deze camera. Deze camera heeft ook zo'n flapschermpje. Wat dat eigenlijk ook wel goed zou zijn om te vloggen. Maar er is daar iets gebeurd met die lens of zo. En die staat niet altijd scherp. Die is gevallen, denk ik. En ik gebruik die ook niet veel meer. Dus misschien ga ik die ooit eens verkopen. Verder heb ik hier in mijn kamer ook mijn nummers ophangen. Dat zijn eigenlijk de nummers van wedstrijden die ik heb gedaan. Dus dat is bijvoorbeeld van het triathlon. Dat is ook van een triathlon. Ook van een triathlon. Dat is van de 10 miles in Antwerpen. Dan heb ik hier van de 10 miles. Ah, nee, wacht. Dat is van de marathon die ik heb gelopen. Ik heb namelijk in 2021 een marathon gelopen. Ik was compleet choco eigenlijk aan de finish. Ik kon gewoon echt een paar dagen daarna niet meer stappen. Dat gebeurt er dus als je op 2 maanden een marathon loopt. Op 2 maanden training. Allee, ik was wel aan het trainen, maar niet voor een marathon. En dan dacht ik, oké, de motivatie is een beetje weg. We gaan voor iets trainen waar dat ik een... Allee, ik wil wel in conditie geraken, maar we hebben geen doel. Dus ik heb dan een doel gezet van ik wil in november een marathon... Of ik wil een marathon lopen. En dan heb ik dat gedaan. In 4 uur en 6 minuten. Dus het volgende doel, als ik nog een keer een marathon loop, is wel echt eronder geraken. Dus ik ben nu... Allee, de bedoeling is weer om goed te trainen, dat ik toch wel rond de 3 uur 30, 3 uur 15, zoiets. Ik denk, als ik consistent kan trainen, dus veel kan... Allee, of niet per se veel, maar gewoon over een lange periode kan trainen, langer dan 2 maanden, misschien een jaar voorbereiding of zo, met andere wedstrijden ertussen, dat ik dat zeker kan halen. Verder heb ik hier nog de 10 miles hangen en heb ik ook nog een Sofico 11 kilometer in Gent. Wat dat trouwens ook mijn eerste wedstrijd zo gezegd wordt van dit jaar, 26 maart denk ik dat het is. Is er een 11 kilometer wedstrijd in Gent, dan is er ook een marathon in Gent en een halve marathon. Een 5 kilometer, denk ik, en een 11 kilometer. En ik ga dan meedoen met de 11 kilometer. Ik vond dat zo'n leuke sfeer vorig jaar. En dat was ook goed om, zeg maar, een doel te hebben om naartoe te werken. En dat ben ik ook momenteel nu aan het doen. Daarom ga ik straks gaan lopen. We zijn aan het toewerken naar ongeveer 44 minuten op de, 11 kilo, op de 10 kilometer. Dus ik denk 48 minuten of zo, een half, wil ik die 11 kilometer kunnen halen, zeg maar. Dat is 4,24 per kilometer. Ik denk dat dat wel zeker moet lukken. Ik ben nog maar net uit mijn winter break, zeg maar. Uit mijn winterstop. Dus als ik nu even... Het is nog een drietal maandjes, iets minder, kan trainen. Dan gaat dat wel in orde komen. Verder heb ik hier gewoon mijn rugzak gezet. En dat is ook dan eigenlijk dezelfde rugzak die ik ga meenemen naar Stockholm binnenkort met mijn vrienden. We zijn met 3 en ik denk dat ik ook... we zitten naast een looppiste, dus misschien dat ik daar ook even een loopworkout ga doen. En dan gaan jullie ook wel vette shots zien van een andere, van één vriend die niet gaat meelopen. En dan nog is er iemand, Brent, die gaat wel meelopen op de piste. En dan gaat Rune misschien wat beelden trekken. Voor de rest, ja, ik heb hier een gitaar en mijn recovery rolls. En dat zijn eigenlijk al mijn sportkleren, dus voor te zwemmen. Hier heb ik wat loopkleren, zo iets dikkere dingen. En bijvoorbeeld dit, dat is voor over mijn schoenen te doen. Dat zijn mijn skikousen, een buff, lange mouwen. Dan heb ik hier allemaal koerskleren liggen, wielrenkleren. Dat zijn loopkleren en dan heb ik daar kousen en allemaal accessoires zoals een patchje en zo. Trouwens, ik zie mijn patchje liggen en ik moet dat straks aandoen. Voilà, kijk, dat leg ik hier dan van de eerste keer bij. Voor de rest, ja, ik denk dat ik mij nu ga klaarmaken om te gaan lopen. Het is al 11:28 uur, dus eer dat ik dan terug ben, tegen dat ik dan terug ben, is het sowieso al middag. Dan kan ik al middag eten en dan daarna mijn omaatje gaan ophalen voor haar laptop te fixen. Haar laptop ligt beneden, dus ik mag die niet vergeten halen als ik haar ga gaan halen. En dan denk ik dat ik nu mijn kleren ga meepakken en mijn grief in de wasmand ga leggen, dus... Ja, dat komt wel goed, hè. Ik ga jullie zien. Ik ga jullie niet meenemen trouwens als ik ga lopen, want ik heb een beetje een lastige workout om jullie mee te nemen. Het is met sprintjes in, dus dan is dat een beetje raar als ik mijn GoPro moet lopen. Alleszins, ik check jullie als ik terug ben van het lopen. Voor de rest heb ik eigenlijk nog niet veel te vertellen. Ik zie jullie zo. Amai.
Ik ben thuis, het is ondertussen... Ik zie de klok nergens, wacht. Het is ondertussen 12:30. Ik ben 5,88 kilometer gaan lopen. Ja, niet zo snel. Het was 10 keer een soort van 20 seconden sprintje eigenlijk. Eigenlijk de bedoeling van de cadans hoog te houden. Dus de beentjes veel laten bewegen en dan 45 seconden recovery. En in het begin 15 minuutjes warm-up. Dan die 10 keer 20 seconden en dan 15 minuutjes. Of ja, gewoon terug naar huis lopen. Dus dat was in totaal 10 minuutjes of zo om nog naar huis te gaan. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga mij nu douchen. Dan ga ik eten en mij klaarmaken. Ik voel me echt muf. Dus we gaan even kleren uitzoeken wat we gaan pakken. Het is echt koud vandaag. Dus ik denk dat we gaan gaan voor... Ik ga wel even kijken wat ik ga doen. En dan laat ik jullie wel de outfit zien. Als ik veranderd ben van de outfit. Wacht, ik zal anders zo'n coole edit maken of zo. Gaat dat niet? Zodat ik het hier zet en dan dat ik zo hier ga staan en dan zo. Zo ga ik doen zo van. Nee wacht, dat werkt niet. Voilà, ik heb mij aangekleed. Ik heb mij gedoucht ook. Nu is het tijd om te eten. Ik ben mijn bril vergeten, maar ik weet niet waar mijn bril ligt. Ik denk dat ik die misschien beneden heb gelaten. Alleszins, dus de outfit. Very nice. Boeit eigenlijk echt geen rol. Wat ik nu nog ga doen is, mijn vriendin heeft ondertussen gevraagd om of ik lenzen draag tijdens skiën, wat dat dus het geval is. Omdat ik een bril draag, is dat een beetje moeilijk om onder mijn skibril te leggen, aan te doen. Dus ik ga ook lenzen gaan kopen voor mijn vriendin straks. En dan ga ik nu met mijn oma naar de Coolblue laptop fixen, wat ik ook al 20 miljard miljoen keer heb gezegd. Dan ga ik naar de... naar het kruisvat, er dingen doen. En ik wil misschien mijn auto wassen, maar ik wil niet naar een carwash gaan. Ik wil hem zelf wassen. Dat ik een keer goed kan schrobben, want hij is echt vuil. Het is echt nodig. En ik heb er nu tijd voor vandaag, voordat ik op reis vertrek. Dus ik ga even kijken of ik dat kan doen. Misschien weet mijn oma een carwash zijn. En dan zet ik haar terug thuis af en dan ga ik dat gaan doen. Dus ik ga jullie even meenemen. Maar ik moet eerst natuurlijk wel even eten voordat we voortgaan. Dan kan ik ondertussen hier mijn grief meenemen dat allemaal naar beneden moet. Dus mijn sleutels, de airfreshener, ik kan dat hier gewoon in mijn zak steken, voilà. Het eten, de snacks, ik weet eigenlijk niet al ik dat naar boven heb genomen. En dan dit hier, voor de rest heb ik hier niks staan dat mee moet, dus dan ga ik even eten gaan halen. En ik weet eigenlijk niet wat ik ga eten, ik denk gewoon een beetje boterhammetjes ofzo. Dus ja. Voilà, en ik zit achter de auto, ik ga even mijn... GoPro daar laten staan. Ik ga nu mijn oma gaan ophalen. We gaan dus gaan kijken voor de laptop. Ik ga wel even zorgen dat hier een beetje proper is, want anders zit ik met een probleem, denk ik. Dus even hier de vuiligheid weghalen, want dat is eigenlijk een oude auto die ik mag gebruiken sinds... Allee, die ik eigenlijk nu op mijn naam staat, sinds een jaar of zo. Dus dat is wel fijn. Dan ga ik hier gewoon even mijn vuil in stoppen. Maar... Het ding is, ik heb gewoon heel weinig tijd gehad om hem proper te maken, maar nu heb ik tijd, dus ik ga straks, zoals ik zei, even naar de carwash gaan en even kijken of ik daar eventueel mijn auto niet kan proper maken. Even aanzetten. Voilà. Licht aan. Dus ja, dat ga ik even gaan bekijken. Ik moet wel zorgen dat ik hier in mijn spiegel kan kijken. Vanmorgen zag ik een video van Jerry Rake Everything. Ik heb gezegd dat ik even video's aan het kijken was. En dat was onder andere een video van Jerry Rake Everything. Die maakt een elektrische Hummer is die aan het maken. Dus dat ziet er wel chill uit. Allee, dat is echt insane wat hij eigenlijk aan het doen is. Dat is echt een mooi project, want dat kost ook veel geld, denk ik. Maar ik denk niet dat ik mijn GoPro daarop ga laten staan, want anders gaat die denk ik vallen. Ja, die gaat sowieso vallen als ik rem ofzo, dus ik ga hem wegsteken. Maar dat was ik dus aan het kijken. En dat was echt een mooi project. Even mijn navigatie opzetten en een muziekje. Even zorgen dat die muziek uitzet, anders krijg ik copyright. Voilà. Dus ja, dat was wel een leuk filmpje om te kijken eigenlijk. En die was vanmorgen, ging het filmpje over dat hij een Corvette had. Hij ging een Corvette bekijken en dat was wel leuk om te zien. Dus ja, voilà, naar mijn grootouders. Bon, ik ga alles eens vertrekken en ik check jullie zo. Ik was eventjes vergeten dat ik op de vlog was vandaag. Maar dat komt wel goed in. Ik ga even mijn radio uitzetten, want anders heb ik het eruit. Alleszins, ik ben naar de Coolblue geweest. We hebben de laptop teruggebracht. En voor de rest, ja, ik ben hier aan het wachten, zoals je ziet.
De laptop is teruggebracht, die gaat gerepareerd worden normaal gezien. En dat zou normaal gezien in orde moeten komen met mijn oma haar laptop. Dus ik denk wel dat dat safe is. Verder ben ik nog naar het kruidvat geweest. Heb ik brillendoekjes gekocht. En dan ook wat andere dingen. Ik moet hier wel even voortrijden. Heb ik nog wat andere dingetjes gekocht. Namelijk brillendoekjes, een oplader voor mijn vriendin. Want ze had nog geen oplader bij mij thuis. Voor haar telefoon heb ik maandlenzen gepakt voor haar. Omdat ze dat nodig had, omdat we gaan skiën en dan heeft ze lenzen nodig. Dus dat ben ik gaan halen. Scheermesjes en dan koffie nog een beetje. Dus voor de rest niet veel speciaals. Zorg dat ik hier niemand omver rijd. Normaal zien, voilà. Kijk, dat komt hier in orde. Ik snap niet hoe mensen vloggen, man, als ze aan het autorijden zijn. Maar ja, die hebben een automatiek. Ik moet hier schakelen, ik moet hier alles doen. Dus maar ik ga nog een beetje muziek afluisteren. Nu ga ik naar de Action om ruitenwisser vloeistof, want die is op. En daar zijn er studenten, dus een beetje awkward. Letterlijk elke keer dat ik dingen ga gaan halen in de winkel, voel ik mij alsof ik volwassen ben. Als ik alleen naar de winkel ga. Bijvoorbeeld, ik heb hier zo'n ruitenwisser vloeistof. Die is op in mijn auto. Ik heb bakjes om mijn kabels in te steken. Ik heb een fucking kabel gekocht. Een USB-C kabel, gewoon omdat ik dat nodig had. Voor mijn scherm, omdat mijn HDMI... Ik heb zo in mijn Samsung laptop zit er geen HDMI poort. Dat zijn alleen USB-C poorten, net zoals bij de MacBooks. En alleszins, ik heb zo'n een hub waarbij dat er een HDMI poort in zit. Maar dat zorgt er maar voor dat dat scherm maar op 30 Hz zit. Waardoor dat lijkt of dat super hard lijkt. Terwijl dat een mega goed scherm is. Maar wat je eigenlijk moet doen, is dat via USB-C doen. En dan werkt dat wel. En dan werkt dat scherm perfect op 60 Hz. Dat lijkt nu ook niet veel voor een duur scherm. Maar dat is ook een beetje een smart TV, dus dat maakt niet uit. Dat is 60 Hz is, dat is niet gemaakt om te gamen. Alleszins, dat werkt dus wel en ik heb dat gemerkt. En ik dacht, ja, ik ga niet telkens mijn kabeltje verplaatsen van mijn oplader van mijn telefoon naar dat scherm. Dan kan ik ze niet allebei tegelijk gebruiken. Dus ik heb nu een ander kabeltje gekocht met datatransfer. En ik hoop dat dat genoeg is en dat dat gaat werken. Anders ben ik wel gesjareld, maar ik denk van wel. Alleszins, ik heb hier al mijn vrienden doosjes gestopt wat ik nodig had. Voilà, en dan kan ik gewoon met mijn twee doosjes straks naar binnen. Zoals de echte volwassen persoon dat ik hier ben. Nu ga ik naar huis. En ja, mijn ding is opzetten. En ik denk dat ik niet naar de car wash ga vandaag. Ik ga gewoon nog mijn grief een beetje thuis opruimen. Mijn kamer stofzuigen. En een beetje werken aan mijn eigen projectje, denk ik. En dan ga ik morgen wel naar de car wash en dan ga ik morgen ook mijn koersfiets kuisen. En dan heb ik wat meer tijd, maar ik heb vandaag al redelijk wat gedaan. Het is ook al 4 uur, dus kan ik nog een beetje op mijn gemakje thuis spelletjes spelen of zo en een beetje programmeren nog. Dat staat nog een beetje op de planning. Dan kan ik jullie morgen meenemen naar de car wash. Dan hebben we morgen ook iets te doen. Dan gebeurt het niet allemaal vandaag, dus ik zie jullie morgen. Nee, ik zie jullie niet morgen. Ik ga vandaag ook nog filmen. Ik ben echt in de war. Ik kan, typische man, hè. Ik kan niet meerdere dingen tegelijk. En mensen zijn echt aan het kijken naar wie de fuck zijn gaan praten. Maar ik ga gewoon doen alsof ik aan het bellen ben. Maar ik ben niet aan het bellen. Maar alleszins, ik ga nu naar huis en ik check jullie straks. Zeker? Kijk, ik heb alles hier mooi in bakjes gestopt. Dus ruitenwisser vloeistof, mijn kabeltje. En dan, ik heb ook trouwens koffie gekocht. Ik heb ook een French press gekocht onlangs in de IKEA. En ik vind die koffie zoveel beter dan met de Senseo, eerlijk gezegd. Dus French press, love it. Maar daarvoor heb je aparte gemalen koffie nodig. En die heb ik ook even uit de HEMA gehaald, gewoon om eens te testen. Want onze gemalen koffie was op en dan kon ik dat eens testen, die van de HEMA. Die was niet zo duur. Dus dan, als die lekker is, dan is dat een goede deal. En dan kan ik die daar nog gaan kopen. Dus ik ga nu naar huis. En dan check ik jullie zo. Weet je waar ik plots aan dacht? Ik kan gewoon eigenlijk vragen wat dat jullie doen van hobby's. We zitten hier nu op een rechte baan, dus ik hoop niet dat mijn GoPro een beetje gaat omvallen. Maar alleszins, wat zijn jullie hobby's? Ik heb daarnet verteld over dat mijn hobby triathlon is en wat dat eigenlijk inhoudt. Maar ik dacht, we gaan interactief zijn met de kijkers. Ik vind dat, ik heb onlangs ook, vijf maanden geleden al, heb ik een Engelse video geplaatst waar ik eigenlijk een review geef over mijn fiets. Dat ga ik binnenkort nog eens doen. Gewoon omdat ik ondertussen meer op die fiets heb gezeten. Maar ik had dus die fiets even gebruikt, een maandje of zo. En dan heb ik daar een review video van gemaakt in het Engels. En die video is bijna 13.000 keer bekeken. En het is zo leuk om mensen hun om reacties te lezen en om te zien wat dan mensen. Oh jong, dat valt gewoon niet. Ik denk dat het wel een beetje verschoven is.
Ik ga het straks goed zetten. Of ik ga het nu goed zetten. Maar dat is gewoon zo leuk om die mensen hun reacties te lezen. Die, of die vragen stellen die ik dan kan beantwoorden over de fiets. Of over de, ja, over de fiets of over andere dingen. Dat mensen vragen stellen hoe groot dat je bent bijvoorbeeld. Welke maat dat je hebt gepakt. En dan om een beetje zo die interactie te hebben met de kijkers. Dat vond ik, dat vond ik wel leuk. En zeker omdat die video meer werd bekeken, heb ik ook het gevoel dat hier logisch meer reacties geweest zijn. Dus dat was wel nice om te zien. Dus ik dacht, ja, als er iemand naar deze vlog kijkt, dan mocht je altijd laten weten wat jullie hobby's zijn. Dat ik... Oh, oeh, dat was nip. Daar hebben we dus als we over drempels gaan. Misschien moet ik hier zo een plakkend matje leggen of zo daarop, dat hij niet uitglijdt. Ik denk niet dat er veel mensen naar deze eerste vlog gaan kijken, eerlijk gezegd, want het is Nederlands en al mijn andere content die was in het Engels. Rustig. Damn bro. Wacht, ik even wachten tot die auto weg is, anders is dat awkward. Yes. Oh, dat is echt spannend man. Oké, okay, ja, omdat al mijn andere content in het Engels was, denk ik niet dat er veel mensen nu gaan kijken naar deze eerste vlog. Ik hoop wel dat we zo binnen een maandje of zo, stel dat ik elke dag een maand kan vloggen. Ik vind het wel spannend, want ik weet echt niet of ik het ga kunnen volhouden en of mijn leven interessant genoeg is. Ik denk wel dat ik genoeg kan babbelen tegen jullie. Ik hoop gewoon eigenlijk dat gaat lukken. En stel, want het ding is, ik zit ook op school. En ik weet niet of mijn leven zo interessant is, maar ik heb ook gezegd dat ik niet zo veel naar school ga. Ik ben hier gewoon mezelf heel erg aan het tegenspreken. Maar alleszins, misschien kan ik wel filmen op school als die video's een beetje beter worden bekeken. Dat dat misschien minder raar is dan zo. Je maakt zo'n vlog voor 50 man of zo. Allee, niet dat je dat moet doen voor het aantal kijkers, maar dat gewoon mensen dat minder raar gaan vinden. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar ja, moest ik mij schamen, zou ik dit ook al gewoon niet doen. Dus ik vind het wel leuk om gewoon zo filmpjes te maken en om dingen te kijken. Ik vind het ook gewoon leuk om dingen te kijken van andere mensen. Dus ja, we gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren. En dan, ja, ik vind het wel spannend, man. Als jullie tips hebben of dingen die jullie graag willen zien in de video, of jullie verstaan of jullie willen dat ik meer Hollands ga praten, ik kan echt niet Nederlands. En mijn GoPro is gevallen. Er was net een guy aan het kijken en die zijn nu weer aan het kijken in mijn auto. Ai, 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 ik had hem omgekeerd. Er was net een guy aan het kijken in mijn auto. Dat was fucking awkward en ik heb die net over laten steken. Maar kijk, we zien hem nooit meer terug. Misschien dat hij een fanboy wordt. Jongen, als ik u net heb overgelaten en je wordt een fanboy, dikke shout-out naar u. Nee, maar we zijn hier bijna thuis en dan ga ik mijn grief uitpakken en dan zal ik jullie wel eens tonen als ik het heb klaargezet. En dan kunnen we morgen naar de carwash gaan en mijn fietsje wassen. Daar is het ook wel eens dringend tijd voor. Ik heb die al een tijdje niet meer gewassen, dus mag ook wel eens gebeuren. Dus ja, in mijn dikke Renault Clio. Dikke voituur, man. Boom. Oké, ik dacht misschien is het leuk om even te unboxen. Dus we hebben dat doosje hier. Eerst hebben we de lader. Op zich, dat is niet veel speciaal, dat is gewoon een lader. Dus. Dan kan ik hem al direct testen aan mijn laptop. Aan het grote scherm daar. Dan hebben we scheermesjes, dat is voor straks. Dat leg ik hier wel klaar. Maandlenzen voor mijn vrienden, die leg ik hier. Een lader voor mijn vrienden. En dan dat ook nog voor tandpasta. Nu heb ik daar mijn twee bakjes en dan kan ik daar mijn grief in leggen. Dan ga ik hier mijn lader klaarleggen bij mijn ding. Voilà. Mijn lader wel, is eigenlijk mijn kabeltje. Ik zie hier nog een paar dingen op staan, maar voor de rest moet ik daar niks meer mee doen. Dan ga ik nu even naar beneden drinken halen voor hier te komen. Drinken halen en dan ga ik misschien al beginnen met het editen van deze vlog. Ik ga even mijn pc opstarten. Voilà. En dan... scherm aan. Dus dat wordt dan mijn game setup en dan ga ik daar proberen om uit te werken. Dus dat zou normaal gezien wel in orde moeten komen. Als mijn vriendin soms komt, studeert zij ook aan die kant. Dus dan werk ik hier en dan doet zij daar haar ding. Voilà. Exit app. En dan ga ik even mijn grief gaan klaarmaken en dan zie ik jullie later. Ik denk niet dat jullie mij goed kunnen zien. Ik ga even... Voilà, ik heb even het licht aangezet. Ik ga jullie mijn setup eens tonen. Ik heb mijn kamer helemaal opgeruimd. Just inderdaad nog stofzuigen, maar ik heb daar echt geen zin meer in, eerlijk gezegd. Dus ik ga dat ook uitstellen naar morgen. Maar alles staat opgeschreven, dus ik weet dat ik het morgen nog moet doen. Ik ga even mijn licht terug uit doen, want iedereen kan naar binnen kijken. Maar ik kan dan wel mijn setup eens tonen. Alleszins, we hebben hier mijn laptop. Ja, dat kaartje moet eigenlijk niet zijn.
Die papieren moet ik nog een beetje fixen, maar alleszins, ik leg mijn laptop daar. Ik kan die gewoon inpluggen, heb hier. En dan hier een USB-C-kabeltje, die USB-C-kabel hieronder, naar die monitor. En dan, voilà, kan ik hier werken. Dat is mijn muis voor mijn laptop en mijn keyboard voor mijn laptop. En dan kan ik mij hier, ja, ik kan het niet echt zien, hè. Maar kan ik mij alleszins hier zetten om te werken. En dan als we naar hier gaan, heb ik mijn game setup en dan kan ik hier spelletjes spelen. Wat ik nu eigenlijk ook van plan ben. Ik ga nu een beetje spelletjes spelen, denk ik. Een beetje YouTube kijken, een beetje chillen, een beetje programmeren en een beetje, ja, op mijn gemakje zijn. Want het is al... Ik ging iets zeggen, maar ik ben het vergeten. Alleszins, ik ga een beetje op mijn gemak zijn. En dan morgen weer sporten en nog een paar dingetjes afwerken. Ik ben ook al naar beneden geweest. Dus dan kan ik vanaf morgen mijn grief klaarleggen voor Stockholm, waar ik enorm naar uitkijk. Dus dat vind ik wel nice. Alleszins, ik ga nu een beetje YouTube kijken. En dan denk ik dat dat het bijna is voor vandaag. Ik denk niet dat ik jullie nog ga spreken of zo. Maar dat maakt niet veel uit. Ik ga nog wel zien. Ik zit hier veel te praten zonder effectief iets te zeggen, maar dat maakt eigenlijk niet veel uit. Dus ja, ik hoop dat jullie het al een leuke vlog vonden tot nu toe. Als jullie het leuk vonden, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet zeker niet de video te liken. En dan, ja, ben ik er morgen weer bij. Ik denk dat ik de video's ga uploaden rond 5:30. Ik denk dat dat wel een goede tijd is, net voor het avondeten. Dus dat dat wel nice is. Dus, thanks for watching. Bedankt om te kijken, iedereen. En dan zie ik jullie morgen in een nieuwe vlog. Dan kan ik deze editen. En dan, ja, om een beetje mijn ritme te vinden in het vloggen. Thanks om te kijken alvast. En dan zie ik jullie later. Ciao!